15 peuters luisterden woensdagmorgen aandachtig tijdens het nationale voorleesontbijt bij Corijn Kinderplein. Guido van Genechten schreef het boek voor de voorleesdagen van dit jaar. De Wiebelbille Boogie. Dat is nou even heel spannend allemaal wat er gebeurt. Dansen. Ja, ze gaan dansen. Zie je dat? In het ijs. Auteur van Genechten schreef een echt interactief voorleesboek. De Wiebelbille Boogie is dan ook niet alleen om naar te luisteren. Voorlezen is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een kind. Het voorlezen is vooral heel belangrijk, zeker voor deze jonge kinderen die eigenlijk nog niet naar school gaan. Om de taalontwikkeling te stimuleren en de fantasie. En daarom is Corijn ook echt bezig met het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma. En dat houdt in dat de kinderen dus op deze manier echt geprikkeld worden en al de taalontwikkeling meekrijgen. Op alle dagverblijven van Corijn wordt het interactief voorlezen gestimuleerd. Je merkt het, de kinderen zijn inderdaad iets wat verlegen. Maar als ze loskomen en ze gaan inderdaad reageren op een plaatje uit het boek. Wat zie je, een olifant en wat doet hij? Ja, die spettert me nat. En door ze zo zeg maar uit te lokken. Zo gaat dat eigenlijk. Het pedagogische aspect gaat aan de luisteraartjes zelf nog even voorbij. Voorlezen is vooral gewoon leuk. En wat ziet mama allemaal? Rommel, hè? En rotzooi. De nationale voorleesdagen duren nog tot en met 30 januari.